Ik ga jullie voorlezen uit het boek Hard for You. En dat is geschreven door Teuny Suiker. Ik heb het boek gekozen omdat het spannend is en ik vind de schrijfster heel erg leuk. Het boek gaat over Anouk, die ook een beetje meedoet met het pesten van Femke. De klas van Anouk heeft nu ook de excursieweek met het thema Hard for You. Dan gaat er ook nog een jongen achter Anouk en haar vrienden aan. En waar is Femke? Want toen ze haar gingen zoeken, was één raam bij Femke thuis zwart geschilderd. In gedachten ziet ze Femke op het bankje zitten. Femke alleen bij de muur. Femke alleen naast de meester in de kring. Anouk zucht. Hard for you. Eigenlijk zou ze juist naar Femke toe moeten gaan. Haar helpen. Maar dat durft ze niet. Ze kan toch niet ineens aardig doen? Wat moeten de anderen dan van haar denken? Dan lachen ze haar vast uit. En vindt niemand haar meer leuk. Het zwarte raam flitst door haar heen. Waar is Femke? Er zal toch niks ergs gebeurd zijn? Dan is dat ook haar schuld. Ze denkt aan haar vrienden. Ivo is het met haar eens. Hij voelt Femke ook vreemd. Of zegt hij dat alleen maar voor haar? En Brenda, haar hartsvriendin. Zij kan wel normaal tegen Femke doen. Diep in haar hart zou Anouk ook zoals Brenda willen zijn. Brenda heeft nooit echt ruzie met iemand. En iedereen vindt haar aardig. Ze mag haar beste vriendin niet kwijtraken. Dat mag niet nog een keer gebeuren. Nooit. Friends for never. De meester heeft gelijk. Hard for you is geweldig. Zo zou het moeten zijn. Morgen, als ze weer met het thema aan de slag gaan, zal ze proberen om aardiger te zijn. Nou, of dat gaat lukken? Anouk zucht. Er toetert een auto. Verschrikt kijkt Anouk op. Ze rijdt bijna aan de andere kant van de weg. Ongemerkt is ze bijna bij de straat waar ze woont. Ze slaat rechtsaf de straat in. Hè? Papa is al thuis. Zijn auto staat op de oprit. Ineens schrikt ze. Aan de andere kant komt iemand de straat in. Anouk verstijft. Een donkere gestalte loopt over het trottoir. Maar het is die jongen die bij school stond. Die jongen die in de speeltuin was. Anouk voelt nog hoe hij haar vastpakte. Een rilling gaat door haar heen als ze denkt aan die blik in zijn ogen. Wat moet hij hier? Anouk heeft hem hier nog nooit gezien. Ze ziet dat hij vlak bij haar huis langzamer gaat lopen. Maar hij zal toch niet? Anouk stuurt haar fiets achter een busje en tuurt door het raampje. Haar hart gaat sneller kloppen. Als hij vlak bij haar huis is, kijkt hij even rond en trekt zijn vet dieper over zijn ogen. Bij de tuin blijft hij staan en kijkt naar binnen. Anouk zou wel roepen: wat doe je daar? Maar dat durft ze niet. Hij loopt de tuinpad op en blijft bij de voordeur staan. Zijn hoofd gaat omhoog. Het is net of hij iets zoekt. Woorden klinken in haar hoofd. Ik weet je altijd te vinden. Dan draait de jongen zich om en loopt snel de tuin uit. Anouk voelt haar hart nog harder bonken. De donkere gestalte loopt niet terug. Hij komt steeds dichterbij. Hij mag haar niet zien. Ze sleurt haar fiets de stoep op en blijft achter het busje staan. Steeds harder klinken de voetstappen. De jongen mompelt. Als hij nou oversteekt, Anouk drukt zich nog dichter tegen de bus aan en knijpt haar ogen dicht. En als je wil weten hoe het afloopt, dan kun je het zelf wel lezen. Thank you.